Goedemorgen, heren. Maar ik zag net dat er ook een dame binnenkwam. En er is in ieder geval één dame bij de media gedoe. Dus ook zij hartelijk welkom. En hartelijk welkom bij mij. Wat ik vandaag wil gaan doen is een beetje inhalen wat we anderhalf jaar lang hebben moeten missen. En wel presentaties over boeken die we anderhalf jaar lang niet hebben kunnen doen. Medische geschiedenis anders. En dat wil zeggen medische geschiedenis niet puur wetenschappelijk, maar medische geschiedenis ook op een andere, meer fictionele, meer fantasievolle wijze. Toen ik bijna voor de misschien wel allereerste college kreeg als eerstejaars geschiedenis, zat er een docent. Die gaf een college en die zei, jullie hebben vast allemaal wel van Jaap ter Haar gehoord. En dat is Romeinse keizerrijk, heeft hij ooit. Die heeft over Napoleon geschreven. Die heeft een boek over de geschiedenis van de Lage Landen geschreven. Vergeet dat allemaal, want die man die haalt mensen denkend aan. En die haalt gesprekken aan die nooit zijn vastgelegd. En die dus niet zeker kan weten. Het is dus verschrikkelijk slechte geschiedenis. En toen dacht ik al bij mezelf, ja, dat kan allemaal wel zo zijn, maar het is wel voor een groot deel vanwege Jaap ter Haar dat ik in deze collegebank zit. Want door zijn boeken heb ik de liefde voor geschiedenis opgevat. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor boeken van Helle Haase. Later ontdekte ik Ton van Reen, uiteraard als Mede-Limburger heel erg schreef hij over dingen die mij gewoon heel erg aanspraken. Er zijn dus, en ik wil me daarbij beperken tot een van mijn rode draden, de militair medische geschiedenis. Er zijn dus verschillende wijzen om over geschiedenis te schrijven. Je kunt dat wetenschappelijk doen. Dat zal ik dadelijk aan de hand van The First World War and Health en Pro Patria et Patienti een beetje aan toelichten. Je kunt dat doen door middel van interviews. Mijn boek over generaal-majoor Robert George Nippels, de man die als volstrekte amilitair de dienstplicht ingang ging en een carrière kreeg tot hoogste baas van het hele métier. Je kunt het puur vanuit je fantasie doen, uiteraard wel met gebruikmaking van de kennis die je door je wetenschappelijk werk hebt opgedaan. Dat heb ik gedaan in het boekje Onder Stervenden. En je kunt proberen fictionele bronnen die tot dan toe eigenlijk niet of nauwelijks zijn gebruikt, totaal onder de radar zijn gebleven, weer naar boven te halen, weer in het licht te plaatsen. Dat heb ik gedaan met een kap van afschuw, waarvan jullie de voorkant zagen bij de begin dia. Wetenschappelijk, The First World War and Health, Rethinking Resilience. Wat heb ik daar gedaan? Samen met hoogleraar psychiatrie, psychotrauma Erik Vermette. Waarschijnlijk wel bij sommigen van jullie bekend. Het zijn meer dan 20 artikelen geschreven door internationale experts op allerlei terrein. Die eigenlijk alleen gemeen hebben dat ze te maken hebben met geneeskunde en te maken hebben met de Eerste Wereldoorlog. We hebben dat in vier onderdelen gesplitst. Militaire resilience, persoonlijke resilience, maatschappelijke resilience en sociale en medische weerbaarheid. Ik liep tijdens mijn vakantie door een museum in Grenoble. Ik kom nooit in Grenoble, het is een vreselijke stad, maar de musea zijn fantastisch. Daar zag ik dit prachtige schilderij, gemaakt in 1915 door Anton Fries. Het stelt een weergave van de Eerste Wereldoorlog voor en er gebeuren allerlei heel erg verschrikkelijke dingen. Heel veel lijken, heel veel kapotgeschoten lichamen. Maar als je heel erg goed kijkt, dat is rechts onderin, voor jullie dus links onderin, zie je dit. Een Rode Kruisverpleegster te midden van iedereen die zij probeert een beetje bij te staan. Medische hulp maakte, met andere woorden, deel uit van die oorlog. Je kunt geen beeld schetsen van een oorlog, denk ik, maar zeker niet van de Eerste Wereldoorlog, zonder ook te kijken naar de hulpverlening die daarbij gegeven werd. Het zal een beetje een kleine rode draad in mijn verhaal worden.
En het is zeker de rode draad in First World War and Health. Daar staan artikelen in over weerbaarheid en psychiatrie, weerbaarheid en orthopedie. Denk aan het boek van Perry, van Heather Perry, Recycling the Disabled, wat ik wel eens vergeleken heb met die prachtige jaren 70 serie The Six Million Dollar Man. We can rebuild him, we have the technology, we can make him faster than he was before. Faster, stronger, better, stronger, faster. Weerbaarheid en religie, weerbaarheid en zelf toegebrachte verwonding, of beter gezegd, het ontbreken van weerbaarheid en zelf toegebrachte verwondingen. Geestelijke problematiek van hulpverleners, medisch oorlogsprotest, drank en seks en weerbaarheid, koloniale troepen en weerbaarheid. Of de ramp op de ramp, wat deed de Spaanse griep met dit alles, die in 1918 nog eens even een extra schepje op alle ellende deed. Het idee achter de First World War and Health was dat weerbaarheid een heel complex gegeven is. Het was wel heel grappig, want Erik zei tegen mij, we moeten er vooral iets met weerbaarheid, met resilience in doen. A, is dat gewoon verschrikkelijk interessant. En B, het is zo enorm in, dan krijgen we vast fondsen. Zo werkt het ook weer een beetje. Maar het is ook een probleem. Bijvoorbeeld de definitie van de American Psychological Association uit 2014 werd zwaar bekritiseerd. Die definitie is: the process of adapting well in the face of adversity, trauma, tragedy, threats, or even significant sources of stress. De complexiteit van weerbaarheid was daar behoorlijk ver in te zoeken. En dus schreven Erik en ik in het voorwoord: we subscribe to this criticism of resilience perceptions that focus too much on individual characteristics. Weerbaarheid was een puur individueel iets. De mens, de persoon, het individu komt er bovenop of niet. A rethinking of the terms meaning is at hand. A rethinking towards a wider societal, environmental, circumstantial direction. In our eyes, looking at history is an invaluable instrument in this process. Iets wat ook in heel veel weerbaarheids- resilience literatuur volkomen wordt genegeerd. De geschiedenis van het concept en de geschiedenis van weerbaarheid in het algemeen. Het doel van ons boek was dan ook het wegleiden, het nuanceren van de huidige insteek dat weerbaarheid een puur persoonlijke zaak is. Passend bij de liberale, op het individu toegesneden maatschappij van tegenwoordig. En om dat te doen wilden we oog hebben voor de historische, de culturele en de maatschappelijke context waarin zoiets als weerbaarheid plaats heeft, dat beter. Waarin zoiets vorm krijgt en mogelijk wordt. Tweede voorbeeld is boek Pro Patria et Patientia, de Nederlandse militaire geneeskunde in 1795-1950. Behalve dat ook daarin een aantal hoofdstukken over de Eerste Wereldoorlog gaan, al is het dan in Nederland dat zogenaamd niet meedeed, maar er wel heel veel mee te maken had, is de overeenkomst met het vorige boek, dat ook hier weer draait, niet zozeer om wie deed wat en wie zei wat, maar wie deed wat en wie zei wat in welke context. Waarom deed diegene of deed die groepering juist op dat moment, op die plek, dit en dat. En niet 10 jaar eerder, 10 jaar later of heel ergens anders. Met andere woorden, wat waren de economische, de politieke, de culturele omstandigheden waaronder hulp moest worden verleend? Bijvoorbeeld, wat was de positie van de geneeskunde in het algehele militaire bedrijf? Spoiler alert, die was niet best. Er was sprake van een enorme financiële achterstelling. En er was sprake van een laatdunkende houding van de niet-medische militairen. Medische hulp, dat riekt zo gerecht naar weekheid en de sentiment. En daar moeten wij harde jongens helemaal niets van hebben. Tweede vraag was er ook buiten het militaire bedrijf, buiten de politiek, was er maatschappelijk kritiek of instemming? Uiteraard, kritiek kan zowel positief als negatief zijn. En zo ja, welke? En hoe reageerde de kritiek en de beroepsgroep dan weer op die kritiek? Bijvoorbeeld, in de Eerste Wereldoorlog was er enorme maatschappelijke kritiek op wantoestanden in de militaire ziekenhuizen. En er was een
sterke pacifistische kritiek in de jaren 30. Die zeiden dat de medische hulp niet wordt gegeven uit humanitaire, maar uit militaire belangen. Vergelijk het met, voor degene die mijn proefschrift over het Rode Kruis hebben gezien of gelezen, waarin het Rode Kruis werd uitgemaakt voor een militaristische wolf in humanitaire schaapskleren. Zo, dus ook een beetje dezelfde visie op de militaire geneeskunde. Ook probeerde ik vragen te stellen aan de al aanwezige literatuur, bijvoorbeeld over de Rijkskweekschool, waar het nodige over geschreven is. Was die inderdaad, wat vaak gezegd is, zo enorm goed vergeleken met de universitaire opleidingen van pak en beet 1840, 1850? En is haar ondergang het gevolg geweest van de wetten van Thorbecke van de jaren 60? Ik denk nee, of in ieder geval niet volledig. Ten eerste, de Rijkskweekschool had een natuurwetenschappelijke voorsprong. Niet omdat ze dat nou zo geweldig vonden, maar simpelweg omdat het bevolen was. Dat gaat in militaire kringen toch net even iets eenvoudiger dan in universitaire kringen. We gaan dit gewoon zo doen en wie dat niet wil, die gaat maar ergens anders een plekje zoeken. Die voorsprong begon in 1850, rond 1850, te verdwijnen, omdat ook de universiteiten meer en meer zich op natuurwetenschappelijk terrein gingen begeven. Verder was er een maatschappelijk-politieke wens om een einde te maken aan de wildgroei van allerlei medische opleidingen. Daarbij was het natuurlijk de tijd van, nou, die was wel een beetje voorbij, maar toch, verlichting en revolutie. En de zaken die daaruit voortkwamen waren dat ieder mens feitelijk gelijkwaardig is. En een tweede was het gevolg, het was een opleving van het nationalisme. Dat laatste leidde tot een groeiende belangstelling voor het krijgsbedrijf en voor een wederinvoering van de dienstplicht. De combinatie van beide, dienstplicht, medische zorg, ieder mens gelijkwaardig, etc., zorgde voor een grotere aandacht voor de militaire geneeskunde. Kort gezegd, de zonen van het vaderland verdienen een goede behandeling als zij gewond raken in de strijd voor het vaderland. Toch even wat anders als dat je eigen familie is dan wanneer het onbekende huurlingen zijn die daar de strijd voor je uitvechten. Goede en medische zorg zou ook niet louter moeten, zijn voor de toplaag van de samenleving. Maar die zouden moeten zijn voor rijk en voor arm, voor man en voor vrouw, en dus ook voor burger en militair. En goed, als laatste, werd meer en meer synoniem aan universitair. Universitaire medische opleiding was een goede medische opleiding. Met andere woorden, ook zonder de geneeskundige wetten was de Rijkskweekschool, naar mijn overtuiging, ten dode opgeschreven. Het zou natuurlijk op een andere manier gegaan zijn, het zou wellicht wat later gegaan zijn, maar het zou ten einde zijn gekomen in de loop van de tweede helft van de 19e eeuw. Zoals ik al zei, probeer ik in dat boek niet zozeer te focussen op wie wat deed of zei en wanneer, maar op de dilemma's, maar ook op de dilemma's die medische hulp op grond van niet-medische argumenten teweeg brengt. Met andere woorden, op het waarom van die hulp. In deze dus de zorg voor de patiënt versus de politiek-militaire noodzaak. Is het altijd goed, is het altijd militair-medisch juist om een patiënt, een gewonde, ook de zorg te geven die hij puur medisch gezien zou moeten verkrijgen? Of gaat dat ten koste van andere zaken die militair gezien eigenlijk belangrijker zijn? Het gevolg bijvoorbeeld in tijden van de decolonisatieoorlog is dat werd ontkend dat de strijd een oorzaak van psychische problematiek was. Nee, als je daar niet tegenkomt, dan zat het al in je, was je karakter zwak en heeft de oorlog dat gewoon alleen maar op zijn best naar boven gebracht. Het was niet een oorzaak, het was op zijn best of op zijn slechts, lijkt me hoe je er tegenaan kijkt, een aanleiding.
Mensen die dat niet aankonden, mannen die dat niet aankonden, misten gewoon het karakter van zoiets mannelijks als oorlogvoering. En ook werd er is hoog opgegeven over de medische hulp van militair geneeskundigen aan de Indonesische bevolking in die tijd. Maar die hulp werd gegeven niet uit medische overwegingen, maar om de bevolking op hand van Nederland te krijgen, ook in de hoop dat zij daardoor informatie zouden zouden geven over troepenbewegingen van het Indonesische leger, de TNI. Medische hulp, met andere woorden, op grond van niet-medische argumenten. Volgend. Robert George Nijpels. Fantastische man. Alleen, hoe schrijf je... Laat ik even zeggen, waarom een biografie over Robert George Nijpels? Robert George Nijpels heeft van zijn een niet geringe vermogen... gekregen A, door hard werken, B, door de nodige erfenissen... een 500.000 gegeven aan de Leidse Universiteit... om onderzoek te doen naar PTSS bij veteranen. Toen dacht de Leidse Universiteit, en met name dan inderdaad Erik Vermette, die dat fonds onder zich kreeg, het is wel aardig als eerbetoon om daar een klein stukje van opzij te zetten en als een soort eerbetoon een boekje over Robert George Nijpels te schrijven. Erik vroeg toen aan mij of ik dat wilde doen. Dat is prima, er zijn alleen twee problemen. A, de man heeft van zijn leven nog nooit iets geschreven. En B, in archieven is ook nauwelijks iets over hem terug. Het was met andere woorden gewoon een harde werker die nooit op de grond voorgrond trad, et cetera, et cetera. Wat heel erg nobel is en heel erg sympathiek, maar wel heel erg een groot probleem voor een historicus. Hoe, met andere woorden, schrijf je het verhaal van een militair arts die zelf nauwelijks iets heeft geschreven, over wie nauwelijks iets is geschreven, maar die wel een grote rol heeft gespeeld in het militair medische bedrijf in de tweede helft van de 20e eeuw? Hij was bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de eenheid in de MGD, die eerst, pak een beet voor 1980, ook werd gekarakteriseerd door landmacht, luchtmacht en zeemacht. Er waren drie inspecteurs en die hadden alle drie hun eigen toko. Zijn Henk, onder andere te danken aan Henk Vredeling, die op een bepaald moment iets moest weten, militair-medisch, en toen drie uniformen voor zich had. Henk Vredeling was een minister van oorlog met een gruwelijke hekel aan uniformen. Dus hij zei, als ik al iets wil bespreken over militair-medisch, dan wil ik maar één uniform voor mij zien en verder niemand. Het moest dus gebeuren en Robert George Nijpels was daar de man naar, want die was het daar volkomen mee eens. Hij kon lezen en schrijven met Henk Vredeling. Zoals ik al zei, een A-militair in een uniform. Het antwoord was, ik heb diverse lange interviews met hem gehouden. Gelukkig was het laatste interview vlak voordat corona uitbrak. Want anders hadden we een groot probleem gehad gezien zijn toenmalige gezondheid. De man is 92 op het moment en ligt eigenlijk constant in bed. Natuurlijk moest ik de informatie die hij gaf checken. Heel mooi voorbeeld was dat hij het had over een aardbeving in de Balkan van de jaren 60. Nou, die bleek echt 10 jaar eerder geweest te zijn. Maar dat is allemaal normale historische handwerk. Dat natuurlijk weer aanvullen met wat ik met de snippers die ik wel kon vinden. En dan dacht ik, doe ik net alsof hij het zelf geschreven heeft. Met andere woorden, het is niet een boek Leo van Bergen, de auteur. Maar Leo van Bergen doet alsof hij Robert George Nijpels is. Met andere woorden, zoals in de titel van het boek ook staat, een non-autobiografie. Die eenheid die hij wel voor elkaar kreeg bij de artsen, mislukte echter bij de medische zorg als geheel. De verpleegkundigen en de geneeskundige troepen. Die bleven apart. En daarom wil ik even een klein stuk uit voorlezen. Hij hoopte, of ik hoopte dan natuurlijk, om die eenheid voor elkaar te krijgen, van de landmacht mensen van de geneeskundige troepen te krijgen. En ja hoor, ik kreeg zelfs de beste die er was, kolonel De Lange. Ik was blij hem erbij te hebben, want hij had een bepaalde manier van werken die mij wel aansprak. Ik had dan ook hoge verwachtingen van hem, maar de eerste en zeer belangrijke opdracht die ik hem heb gegeven,
heeft hij helaas niet kunnen volbrengen. Hij moest, nu de vorming van één geneeskundige dienst welhaast op een haar na geveild was, de vorming van één geneeskundig apparaat gaan bewerkstelligen. Dat wil zeggen, geneeskundige dienst, de artsen, en geneeskundige troepen, de verpleegkundigen, bij elkaar. Dat vond ik nodig, omdat je voor veel van de handelingen die door de dienst werden verricht, niet altijd artsen nodig had. Gelukkig niet. Die konden zich dan op de medisch moeilijkere zaken concentreren. Verder is zorg in oorlogstijd, wil die voor de patiënt het beste resultaat bereiken, altijd zorg die met elkaar moet worden georganiseerd en verleend, ook vanwege de vaak beperkte middelen. Ook hier dus kracht door eenheid. Het heeft tot niets geleid. Jammer, heel jammer. De weerstand was te groot. De Langes opvolger bij de geneeskundige troepen, Haak, wilde er bijvoorbeeld niets van weten. Ik heb lange tijd gedacht dat dit niet voor de Lange zelf gold. Ondertussen weet ik dat niet meer zo zeker. Heeft hij echt zijn best gedaan, zoals hij tegen mij zei? Of was ook hij het er eigenlijk niet mee eens dat er een samenvoeging moest komen? Liet hij me denken dat hij er hard mee bezig was de gang erin te zetten, en was hij in feite met het tegenovergestelde bezig? Vertrouwde ook hij de artsen van de MGD en dus in feite ook mij niet? Dacht ook hij dat als er een samenvoeging zou komen, dit op een onderschikking van de troepen zou uitlopen? Als dit klopt, dan is die achterdocht wellicht deels daarop terug te voeren dat hij zich als Jood en de niet altijd even fraaie ervaringen in het naoorlogse Nederland als gevolg daarvan onzeker en miskend voelde. Jammer, want dat was juist een van de additionele redenen dat ik hem erbij wilde hebben. Ik heb wel een zwak voor mensen die de dupe van omstandigheden zijn geworden. Ik wilde hem een beetje het gevoel geven er wel degelijk toe te doen en dat er wel degelijk mensen waren die in hem geloofden. Zoals jullie zien was hij heel erg blij met het boekje. Weer een volgende manier om aan medische geschiedenis te doen is inderdaad te kijken wat ligt er achter de archieven. Wat ligt er achter wat we wel in onze handen kunnen houden. Namelijk de gedachtewereld van de individuen die al dit grote wereldnieuws, wat wij in boeken en artikelen proberen weer te geven, heeft betekend. Het heeft geleid tot het boek Ondersterwenden. Het zijn 25 korte verhalen, brieven of interne monologen, volledig verzonnen dus, over archetypes van de Eerste Wereldoorlog, waarbij ook niet duidelijk is aan welke kant van de loopgraaf zij zich bevonden. Waren het Duitsers, waren het Engelsen, Fransen, Belgen, Amerikanen, Oostenrijkers? Geen idee. Maakt ook niet uit. De illustraties in dat boek zijn, de prachtige illustraties zijn van de Amsterdamse kunstenaar Henk Fakkeldij. Onder die 25 ook natuurlijk een aantal medische. Vanzelfsprekend, want dat is mijn specialiteit. De arts, de verpleegster, de brancardier, de psychische gewonde, de gezichtsmismaakte. Waarom doe ik dit? Omdat wetenschappelijke geschriftschrijving wordt, zie de kritiek op Ter Haar, bovenal gekenmerkt door bewijs. En geen twijfel daarover, dat is volkomen terecht. Dat moet ook. Alleen, het heeft een nadeel. Geen dialogen, geen monologen. Geen afdalen in de persoonlijke gedachtes van mensen, want die kun je niet kennen. Die kun je niet weten. Die kun je hooguit vermoeden. Wel is het zo dat een door wetenschap verkregen kennis een beeld daarover kan oproepen. Wat zouden ze gezegd hebben in die situatie? Wat zouden ze gedacht hebben in die situatie? Als je die situatie heel goed kunt schetsen, kun je daar wel een idee over krijgen. Je kunt het natuurlijk nooit zeker weten, je kunt er wel een idee over krijgen. En daar laat je dan je fantasie op los. Fantasie, fictie, kan mijns inziens beter weergeven wat de grote gebeurtenissen betekenen voor de individuen die er, en als we het dan hebben over de Eerste Wereldoorlog, door worden vermalen. Ik wil er daarom twee voorlezen. Eén gaat over, zoals jullie zien, de gezichtsmismaakte.
ander gaat over verpleegsters. Over de gezichtsmismaakten heet maskers. Ik kan beter lezen als ik mijn bril af heb, merkte ik net. Ze staan weer langs de rand van mijn bed. Iemand gaat mijn verband afwikkelen. Dan zal ik dus dadelijk weer een paar mannen wat horen zeggen over hoe het er met mij voor staat. En net als de vorige keren zullen ze denk ik zeggen dat het een succes is geweest. Maar dat het karwei nog niet af is. Het kan nog mooier. Het kan nog beter. Maar ze weten donders goed dat mooier en beter relatieve begrippen zijn. En dan zullen ze tegen de verpleegster zeggen dat ze het verband er weer om kan doen. Of zou het een schoon verband zijn? En moet ik weer gaan wachten op de volgende operatie? De 10e, geloof ik. Het gekke is dat ze dit allemaal, zonder zich overigens rechtstreeks tot mij te wenden, ongegeneerd en hardop zeggen. In ieder geval hardop genoeg dat ik het allemaal kan horen. Zouden ze denken dat ik, omdat ik niet meer kan zien en niet meer kan spreken, ook niet meer kan horen? Ik hoor nog prima. Zo goed zelfs dat ik een keer een bezoekster met een benepen en angstig stemmetje over Frankensteins en waterspuwers hoorde fluisteren. Mismaakt maakt misselijk. Hoe vreselijk ook, ik kon het me wel voorstellen als je bedenkt dat de dokters bij de vorige operatie met stukken huid uit mijn borst een soort neus hebben nagemaakt. Tenminste, dat begreep ik uit wat ze tegen elkaar zeiden. Er zaten nogal wat woorden in die ik niet kende, dus misschien heb ik het wel helemaal fout begrepen. Maar als het klopt, dan is zo'n arts ook gewoon een soort dokter Frankenstein. En dan ben ik gewoon dienstmonster. En dan zal ik er ook niet veel beter uitzien dan een waterspuwer. En als ik inderdaad zo afzichtelijk ben, en ik twijfel daar niet of nauwelijks meer aan, dan ben ik juist daardoor in feite onzichtbaar geworden. De mensen om mij heen zien dan immers niet meer mij, kijken dan immers niet meer naar mij, maar zien slechts mijn gelaat, kijken slechts naar mijn gelaat. En dat is genoeg om weer snel verder te kijken en nooit weer om te zien. Ik ben mijn gezicht, mijn verhakkelde gezicht. Dat gezicht is afschuwwekkend en dus ben ik afschuwwekkend. Ik hoorde de arts ook een keer over een masker praten. Nog een bewijs te meer dat ik er dus inderdaad wel niet meer uit zal zien. Toen ik gewond raakte, droeg ik ook een masker, een gasmasker. Een masker dat je je gezicht ontneemt om je lichamelijk in leven te kunnen houden, wordt nu vervangen door een masker dat je een gezicht geeft om je maatschappelijk in leven te kunnen houden en dat geplaatst wordt op een eens levendig, plooibaar, grimassentrekkend gezicht dat tot een masker is verworden. Een mooi, opzettelijk gemaakt masker om het lelijke, onopzettelijk gemaakte masker aan het zicht te onttrekken. Het zal zeker vooruitgang betekenen, maar wel betrekkelijke vooruitgang. Zoals bij de verminking zal mijn innerlijke ik aan de waarneming worden onttrokken. Mijn geest is dezelfde gebleven, maar zal voortaan niet alleen door mijn aangezichtsmasker van vlees en bloed voor de ander worden misvormd, maar ook door het gezichtsmasker van weet ik waarvan voor hem worden verborgen. Het verstopt de waarheid voor de buitenwereld, maar is voor mij alles behalve weg. Van een monster van Frankenstein word ik veranderd in een fantoom van de opera. Doordat ik kan horen, weet ik wel dat ik een verpleegster heb. Ze praat wel eens tegen me, al lijkt het meer op hardop praten in zichzelf. En zeker de eerste keren dat ze mijn verband moest wisselen, leek het verdacht veel op moed inspreken. Je moet hem aankijken, hoorde ik een collega van haar fluisteren. Niet wegkijken. Maar ondertussen lijkt ze aan mijn uiterlijk gewend. Mijn uiterlijk. Geen idee dus hoe het is, maar dat het niet best is, is me wel duidelijk. Niet dat ik ooit een knapperd was en heel erg populair bij de meisjes was ik ook niet. Net iets te verlegen, net niet sportief genoeg. Toch had ik over aandacht niet echt te klagen. Er zijn gewoon altijd wel een paar meiden die dat wel leuk vinden, zo'n stuntel met een beetje humor. Niet te veel van zichzelf overtuigd. Maar dat zal nu wel voorbij zijn. Je moet er tenslotte wel een beetje appetijtelijk uitzien en een stuntel moet wel om zichzelf kunnen lachen, anders is de lol er snel van af. Maar het is zeer de vraag of ik ooit nog zal kunnen lachen. Niet eens omdat er op het moment weinig te lachen valt, dat komt wel weer. Maar het is gewoon dat het aantrekken van de spieren zozeer doet. Zal ik ooit weer kunnen lachen zonder dat het zeer doet? En zal ik ooit weer kunnen lachen en dat iemand ziet dat ik lach? Dat ik wel denk dat ik lach en ook visualiseer dat ik lach, maar dat er in werkelijkheid absoluut niets van te zien is. Zien. Zal ik ooit weer kunnen zien? En zal ik dan iemand kunnen aankijken die zonder blikken of blozen terugkijkt?
En zal ik ooit weer tegen iemand iets kunnen zeggen, al is het maar lekker weertje vandaag, hè, buurman? Zal ik ooit nog een vriendin krijgen? Zal ik ooit trouwen? Zal ik ooit kinderen krijgen? Zal ik ooit het hospitaal weer verlaten? Wat een vraag ineens over zaken die tot voor kort zo vanzelfsprekend leken dat ik er nooit bij heb stilgestaan. In de schaarse momenten dat er geen verband om mijn gezicht zit, kan ik niet eens even voelen wat er met me aan de hand is en wat ze ermee hebben gedaan. Ze snoeren dan mijn armen aan het bed vast, zodat ik niet zal gaan krabben en zo het genezingsproces ongedaan zal maken. Maar gelukkig heb ik mijn armen en handen en vingers nog. Voelen kan ik. Niet meer kunnen aanraken. Niet meer kunnen vastpakken. Niet meer kunnen strelen. Niet meer kunnen voelen. Dat lijkt me pas echt erg. Volgende verhaal. Reis naar het holst van de nacht. Voor een verpleegster. Ik zou willen dat ik wat dichter bij het slagveld mocht werken. Maar dat mag niet. Dat is niks voor teerhartige meisjes, zeggen ze. Daar is de oorlog. Daar is de echte geneeskunde. En dat zijn beide werelden van de man. En daar moeten wij ons niet mee willen bemoeien, zeggen mannen. Er zijn al soldaten die blij zijn als ze een verpleegster zien. Natuurlijk, omdat ze altijd blij zijn als ze weer eens een echte vrouw zien in plaats van een stijl als vrouw verklede soldaten. Maar ook omdat ze denken dat ze dan niet in een militair hospitaal terecht zijn gekomen. Maar dat is niet zo. Wij zijn zo militair als maar zijn kan. Terug naar het front is de bedoeling. De gevechtskracht op orde houden en het moreel hoog tot uw bevel. Je bent hier niet voor de patiënt, je bent hier voor de oorlog. Teerhartig ben ik ook niet. Althans, niet meer. Je moet hard zijn en ik ben hard. Je ziet zoveel verschrikkelijks dat zonder hardheid je je werk niet kunt doen. Je ziet zoveel verschrikkelijks dat je vanzelf hard wordt. Je wordt hard of je wordt gestoord. Dan maar hard. En dat moet ook. Zij doen hun werk voor ons aan het front en dus moeten wij erachter ons werk doen voor hen. Zij vechten voor ons, wij zorgen voor hen. Ik vat het maar als compliment op dat ze blij zijn ons te zien. Blijkbaar zijn we toch net iets minder hard dan de mannelijke verplegers dichter bij het front. Niet dat ik hard wil zijn hoor, helemaal niet. Ik zou die gewonden het liefst de hele dag vertroetelen en als het even kon meteen naar huis sturen waar ze dan de rest van de oorlog zouden mogen blijven omringd door familie en lief. Maar dat kan niet. Je moet hard zijn. Bovendien, natuurlijk wil ik die arme jongens helpen en natuurlijk is dat de voornaamste reden waarom ik hier naartoe ben gekomen. Maar echt niet de enige reden. Avontuur. Ook een steentje bijdragen aan het winnen van de oorlog. Vechten mag ik niet, anders had ik het zo gedaan. En natuurlijk achter de mannen aan, want zonder hen was ons dorp maar saai. Ja, luister eens, dat ik verpleegster ben geworden, wil toch niet zeggen dat ik ineens een uitgedroogde oude vrijster moet zijn? Overdag help ik de gewonden, maar 's avonds wil ik wel even naar de kroeg hoor, en wie weet wat er daarna nog gebeurt. Als ik tenminste niet te moe ben, en dat gebeurt de laatste tijd helaas nog eens. En langer. En dieper. Het is een moeheid die echt niet meer met 1 of 2 nachten goed doorslapen weg is, al zou dat al een hele opluchting zijn. 1 keer goed slapen, laat staan 2 keer. Zeker in tijden van een offensief, en er zijn er heel wat van, doen we niks anders dan rennen en draven en rennen en draven. De artsen hebben het eigenlijk maar makkelijk. Die zien een patiënt, kijken wat hij heeft, schrijven een behandeling voor, opereren hem desnoods, maar daarna is het werk voor ons. Van de ene nieuwe gewonde naar de andere. Met karrenvrachten komt het binnen, het afval van de oorlog. En wij maar oplappen, tot hij een tijd later weer binnenkomt. Of niet meer natuurlijk. Maar het is niet alleen het fysieke. Het vreet ook aan je. De ellende van de anderen vreet aan je. De eigen hardheid vreet aan je. Ook van binnen word je moe, leeg, uitgeput, versteend, dood. Je moet niet alleen verbanden aanleggen, maar de gewonden ook nog eens moed inspreken. Morgen ziet de wereld er weer veel beter uit. Nee hoor, niks aan de hand, ik heb wel erger gezien. We hebben je zo weer op de been, kun je weer naar het front, naar je kameraden. Alsof ze daarop zitten te wachten. Alsof de wereld er morgen uitziet. Morgen beter uitziet. De wereld wordt alleen maar zwarter en zwarter. Er is altijd licht aan het einde van de tunnel en morgen gaat de zon weer op, zei mijn moeder altijd. Maar deze tunnel is eindeloos en de nacht alomvattend en eeuwigdurend. En dan komen we nou bij de laatste, een kap van afschuw, met een voorwoord van IC-verpleegkundige Margot van Mol over de gedichten en de huidige COVID-tijd.
en van hoogleraar en vanwege haar werk over de Eerste Wereldoorlog tot barones benoemde Sophie de Schaapdrijver. Kom daar in Nederland maar eens om, een historicus die tot baron of barones wordt benoemd. Over het belang van dergelijke gedichten voor de kennis van de Eerste Wereldoorlog. De illustraties zijn van mijn dierbare Irma Janssen, die ik zei van ik maak een boek over gedichten en jij gaat de tekeningen daarbij maken. Zij schrok zich een hoedje, maar ze heeft het wel gedaan. De bronnen zijn normaal archieven, autobiografieën, artikelen van hoofdrolspelers, in deze vaak mannelijk militaire artsen. Het is, met andere woorden, vaak non-fictie. Dus niet, tenzij het onderwerp echt verpleging is, artikelen van verpleegsters. Laat staan fictie van verpleegsters, laat staan gedichten van verpleegsters. Toen mijn dochter, ook historica, had in haar eerste jaar een discussie over het gebruik van non-fictie, of van fictie voor wetenschappers, voor historici, wetenschappelijke historici. En zij was de enige die zei dat ze dat belangrijk vond. De rest vond het allemaal onzin om dat te lezen, want fictie was niet echt en niet wetenschappelijk en daar heeft een historicus dus niks aan. Ik hoop dat ze in de loop van de rest van haar studie nog een aantal van die anderen heeft kunnen overtuigen. Want fictie is wel degelijk echt, is wel degelijk waar. Het is alleen op een andere manier waar, het is anders waar. Zie dus bijvoorbeeld Ondersterwende. De dilemma's, de gevoelens van gedachten van individuen zijn in fictie veel beter te verwoorden. En die gedachten, gevoelens, maken hoe iemand reageert. En hoe iemand reageert maakt geschiedenis. En geschiedenis is het onderwerp van wetenschappelijke historici. Voor echt inzicht in de geschiedenis zijn die gedachten en gevoelens onontbeerlijk. En daarvoor heb je fictie nodig. Als we het hebben bijvoorbeeld over verpleging en de Eerste Wereldoorlog, denk je aan Testament of Youth van Vera Brittain. The Backwash of War van Alan Lamott. Die Katrin werd soldaat en Schwester der Vierten Armee, om ook maar even twee Duitse proza werken te gebruiken, te vermelden. Die gedichten zijn uiteraard wel gebruikt in literatuur over de Eerste Wereldoorlog, maar dan waren het toch vrijwel louter gedichten van soldaten, zoals Wilfred Owen, Siegfried Sassoon, Guillaume Apollinaire of Karel Zoekmaier. Een uitzondering is uiteraard de fantastische Andrea Akhmatova, maar ja, zij was geen verpleegster. En dan nog vaak werden die gebruikt ter illustratie. Het gaat een hoofdstuk over gifgas en het eerste is even een klein stukje uit het Dulce et Decorum van Wilfred Owen en het komt verder niet meer terug. Er zijn, als er ging over een stukje nationalisme en de Eerste Wereldoorlog, dan gegarandeerd dat er even een paar regels van Edmund Blondin, think only this of me, if I die, there is a corner in a foreign field that is forever England. Nou, gegarandeerd dat dat wel ergens opduikt als het een hoofdstuk over Eerste Wereldoorlog en nationalisme gaat. Maar dus geen gedichten van verpleegsters, zelfs niet van gevestigde literaire figuren zoals Mary Borden of Vera Brittain. Wat heb ik toen gedaan? Ik wist dat Vera Brittain en Mary Borden een paar gedichten geschreven hadden. En ik dacht, nou, misschien zijn er wel meer verpleegsters geweest die dat gedaan hebben. Ik ben gewoon gaan zoeken, internet, boeken, met behulp van Engelse websites over poëzie en de Eerste Wereldoorlog. En ik ben gekomen tot 50 gedichten van 17 Engels sprekende verschillende verpleegsters. Ik heb ook gekeken naar Duitse, maar ik ben helaas maar tot één gedicht gekomen van een Duitse verpleegster. En navraag bij historici die zich of met literatuur in de Eerste Wereldoorlog of met verpleging in de Eerste Wereldoorlog heeft daar niets aan veranderd. Zij wisten er ook geen. Dus ik probeer daar in mijn voorwoord een kleine verklaring voor te vinden, maar die is vast en zeker niet 100% steekhoudend. Maar het feit ligt er, het is een stuk lastiger. Wie zijn zij? Ze zijn hoog opgeleid. Ross Graves was de zus van klassicus Robert Graves, die met zijn Goodbye to All That een van de Wereldoorlog 1 klassiekers heeft geschreven, ongeveer in dezelfde lijn als Im Westen nichts Neues of Lafeu van Barbus.
Een ander is Lillian Helen Bowes Lyon. Zij was een nicht van de latere koningin die wij gezien onze leeftijd allemaal nog als de Queen Mom kennen. Vaak waren zij voor de oorlog suffragettes geweest. Wat het bijzondere feit oplevert dat zij af en toe een gewonde te verzorgen kregen die voor de oorlog agent was geweest die hen in de gevangenis had gestopt. Dus ja, ik zie een bekende. Ze waren ook zeker niet altijd wat wel eens het idee is geweest, en dat is met name aan de hand van de boeken van Vera Brittain gebeurd, ze waren zeker niet altijd pacifist. Ook Brittain zelf was dat niet, net zoals bijvoorbeeld beeldhouwster Käthe Kollwitz in Duitsland dat voor de oorlog niet was en ook alleen door de oorlog is geworden. Zij werd het door de oorlog, door persoonlijk verlies en, wat interessant is, doordat zij Duitse krijgsgevangenen te verplegen kreeg. En toen zag van, ja, eigenlijk verschillen zij in helemaal niets van degene van mijn eigen land die ik te verplegen krijg. Vaak waren zij ook vrijwilligsters. Iedereen zal wel de Voluntary Aid Detachment kennen. En slechts een enkeling was verpleegster van beroep. En daar ligt denk ik een groot verschil met Duitsland, dat veel meer putten uit de beroepsverpleging dan de Britten. En dus ook uit een andere sociale laag van de bevolking de verpleging haalde. Vera Brittain bijvoorbeeld was een van de eerste vrouwen die in Oxford aan het studeren was en daar haar studie opzegde om de verpleging in te gaan. Ik heb die gedichten toen gecatalogiseerd naar onderwerp. Uiteraard verpleging, hospitaal en ondersteuning. Dat zijn in feite de drie onderwerpen die het werk zelf betreffen. Maar ook geweld, gender, verlangen, verlies, nostalgie, ontsnapping en uiteraard aan het einde terugkeer. De eerste drie gaan, zoals ik zei, over het werk zelf en de rest heeft te maken met de aard en de consequenties van oorlog en de verpleging die daarbij kwam kijken. Naast lof klinkt ook de dilemma van dat werk door. Evenals de hiërarchie binnen het hospitaal en de vrevel die dat opwekte. Wie zijn deze verpleegsters, deze Britse verpleegsters? A, ze zijn hoog opgeleid. Ross Graves was een zus van klassicus Robert Graves, die met Goodbye to All That een boek over zijn belevenis in de oorlog schreef, dat in dezelfde categorie mag worden gezet als Erich Maria Remarque's In Westen nicht Neues of Henri Barbusse's Le Feu. Lillian Helen Bowes Lyon was een nicht van de latere koningin, die wij nog wel kennen als de zogenaamde Queen Mom. Vaak waren zij voor de oorlog lid geweest van de suffragettebeweging, wat ertoe leidde dat sommigen van hen in de gewonden die zij te verplegen kregen de agent herkenden die hen in de gevangenis had gegooid. Ze waren ook zeker niet allemaal pacifist. Een idee dat wel eens is ontstaan, zeker aan de hand van Testament of Youth van Vera Brittain. Brittain zelf was dat ook niet. Zij werd dat door de oorlog, vergelijkbaar bijvoorbeeld met Käthe Kollwitz, de fantastische beeldhouwster die in Vlatslo dat mooie beeld Het treurend ouderpaar heeft staan. Ze werden dat door persoonlijk verlies en in het geval van Vera Brittain, doordat zij een ruimte met Duitse krijgsgevangenen te verplegen kreeg en toen zag dat ze eigenlijk helemaal geen monsters waren en gewoon precies hetzelfde waren dan de Engelse gewonden die zij te verplegen kreeg, alleen spraken ze een wat andere taal. Vaak waren ze vrijwilligsters. De Voluntary Aid Detachment zal bekend zijn bij velen. Slechts enkele waren verpleegster van beroep. En daar zit denk ik een groot verschil met Duitsland. Dat wel voor een groot deel putten uit de beroepsverpleegsters en dus ook uit een andere sociale laag. Ik heb die 50 gedichten toen verdeeld, geanalyseerd en onderverdeeld in een tiental thema's. Een deel daarvan betreft het werk zelf. Verpleging, hospitaal en de ondersteuning door niet-medisch personeel. Maar natuurlijk ook de aard en de consequenties die de oorlog en het hospitaalwerk opleverden. En die hadden natuurlijk deels te maken met het geweld. Zonder geweld is er geen oorlog. De sine qua non van oorlog is geweld. Gender, verlangen,
bijvoorbeeld naar een liefkozing tenminste, te midden van al die ellende. Verlies, bijvoorbeeld van geliefde. Vera Brittain verloor haar verloofde, haar broer en haar beste vriend. Kate Colwitz, haar zoon. Nostalgie, naar de tijd van voor de oorlog uiteraard, maar vreemd genoeg, na de oorlog, ook naar de tijd van de oorlog zelf. Simpelweg omdat toen vrouwen eindelijk iets voorstelden in de maatschappij. Ze werden gewaardeerd om het werk dat ze deden. Ontsnapping aan de oorlog en aan de ellende. En terugkeer. Terugkeer waar naartoe? Terugkeer naar dezelfde ondergeschikte positie als voor de oorlog? Of terugkeer vanuit een wereld die ook de wereld van voor die oorlog totaal had veranderd? Terugkeer waarheen is een grote vraag. Hebben we het bijvoorbeeld over de verpleging, kunnen we kijken naar het gedicht van M.H. Florine, Voor een Rode Kruiszuster. Voor een Rode Kruiszuster. Jij bent een held als ieder ander in de bloedige strijd van dit leven. De 100 die jij terugzendt naar de strijd hebben geleden, gebloed, de dood gezien. Zij zijn wel 200 mannen waard. Daar zie je dus heel duidelijk dat dilemma van de medische hulp. Je zorgt aan de ene kant voor de gewonden, maar je versterkt ook weer de gevechtskracht. En houdt dus de oorlog gaande. Militaire hospitaal van Vera Brittain komt dat ook naar voren. Een massa menselijk afval is aangespoeld, gedragen door een bloedrood getijde. Sommigen zullen de wilde zeeën nooit meer trotseren. Hen leggen wij respectvol terzijde. Anderen worden met liefde hersteld en zeilen weer weg om waar dan ook te strijden. En Winifred Wedgwood vestigde de aandacht op degenen die nog onder de vrijwillige verpleegsters stonden, namelijk degenen die de vaat moeten doen, degenen die voor het eten zorgen, de ondersteunende krachten, de keukenmeiden van de Voluntary Aid Detachment. Wij denken bij Voluntary Aid Detachment altijd alleen maar aan verpleegsters, maar dat was een veel groter geheel. Aan vrouwen die hulp verleenden in de hospitaal. Bij onze verpleegsters is het altijd duidelijk. Die krijgen de complimentjes wel die hun ego's strelen. Maar slechts weinigen denken aan de keukenmeiden. Omdat hun bezigheden zich buiten het blikveld afspelen. Ik vergelijk hen graag met stokers die ook zwoegen buiten zicht. Maar zonder wie het schip niet varen kan. Stop nu met lezen en denk na wat ik bedoel met dit gedicht. Maar zoals gezegd, geweld is de sine qua non van de oorlog. En geen kon dat beter vertalen, in onder woorden brengen dan Mary Borden. Er huist een monster in de vallei. 40 slaven zorgen ervoor. 40 soldaten om het te dienen. Te voeden, te versieren met lange grashalmen. Het ligt langs de rivier, stil als een slapende slang. Maar soms verheft het zijn kop op die lange, gladde reuzennek en kijkt over de bomen heen. En dan spreekt het. Men zegt dat zijn stem soepel en hard en ijzig is en dat het als het spreekt het huizen in een ander land verpulveren. En dat bomen in afgelegen bossen kraken tegen de vlakte gaan. En dat soldaten van een ander ras tot gort geblazen worden en sterven, een vreemde god vervloekend. Het is een veel en veel langer gedicht, waarin zij, althans als ik mijn eigen fantasie, een soort combinatie van een Eerste Wereldoorlog tank en een vlammenwerper onder woorden brengt. Gender. Hoe was het voor vrouwen om in deze wereld te werken? En hoe was het voor vrouwen om te zien dat zij niet mochten wat de mannen wel mochten, namelijk vechten? Rose McCauley, veel zussen en veel broers. Als wij slagveldje speelden, keer op keer, bij voorkeur tijdens hondenweer, met onze soldaten op de vloer te kijken, schoot ik even doelgericht als jij. Verliezen zaten er nauwelijks bij. Mijn overwinningen zeker zo talrijk. We deelden dezelfde dromen, jij jongen en ik meid, maar alleen voor jou werden ze werkelijkheid. Ik mocht dat niet, het zal wel zo horen. Dus zit jij in een loopgraaf vol zompige klei, terwijl ik thuis zit en uur na uur brei, een hopeloze sok die slechts vordert stap voor stap.
Wel, zo zit geluk nu eenmaal in elkaar. En jij hebt het, dat is zonneklaar. Maar voor mij is oorlog een slechte grap. Ik kan er nog veel en veel meer gaan zitten vertellen, maar dat ga ik niet doen. De conclusie is heel simpel. Ook als je non-fictie schrijft, lees vooral veel fictie. En als we het dan even hebben over de Eerste Wereldoorlog. Bijvoorbeeld Pat Barker's Regeneration trilogie over de psychische problematiek. Max Deauville, La Boue de Vlaanderen, vertaald in het Nederlands als De Modder van de Westhoek, over de militaire geneeskunde in het algemeen. Dalton Trumbo, Johnny Got His Gun, over een totaal verminkte soldaat, helemaal ingewikkeld in watten, in verband, die met zijn hoofd, blijkt later in het boek, morsetekens geeft. En die morsetekens zeggen, ik wil dood, ik wil dood. Maar dat mocht natuurlijk niet van de medische ethici in die tijd. Het is wel het grootste, beroemdste, beste anti-oorlogsboek ooit genoemd. Marc Dugain, Le Chambre des Officiers, vertaald in als de officierskamer over de gezichtsmismaakten. En Enid Bagnol, Diary Without Dates, dagboek zonder data, over het leven van een verpleegster. En daarmee sluit ik deze middaglezing. Dank u wel.